Ja, ik heb altijd iets voor een goede doel willen doen. En ik denk dat dit een mooi initiatief is met mijn verleden als aannemer. En dat we dit in Zuid-Afrika gaan doen, in Ambachtschool. Ja, Annette en ik zijn daar 3 keer naartoe gevlogen. En de laatste keer hebben we Remco en Jules meegenomen. Ja, en toen ging het al, de bouwtekeningen gingen al door het vliegtuig heen en de berekeningen. Dus het was natuurlijk het werd al een klein bouwprojectje in het vliegtuig in plaats van in Afrika. Ja, we hebben Poppy en Laurens daar ontmoet en die gaan in principe daar het project begeleiden. Als wij, als Annette en ik er niet zijn en het bouwteam, wat ik neem toch her en der wat mensen mee vanuit Nederland, dat we de boel goed kunnen begeleiden met elkaar. En Poppy en Laurens die houden dat volledig in de gaten voor ons. En dan Hugo Tempelman, de man die zit al 25 jaar in Zuid-Afrika met zijn vrouw Liesje Tempelman. Ja, die gaat het hele project, die zit natuurlijk achter de schermen, die begeleidt mede het project. En die heeft er al meerdere prachtige projecten overeind gezet. Dus dat is zeer zeker, is dat vertrouwd. En ja, wat het grote voordeel van Hugo is. Hugo die is lekker rechtstreeks en daar hou ik van meteen recht voor je raap. En wat Hugo ook doet, hij maakt zijn eigen reclame. Als je al naar de locatie rijdt, kom je het wel 5, 6 keer. Misschien wel 20 keer kom je het tegen, onderweg. Dus ja. Ja, het project gaat plaatsvinden in Bloempoort, dat ligt tegen Grobbelsdal aan. En het is plusminus 2 uur rijden vanaf Johannesburg. Ja, en echt die omgeving ziet, dat is geweldig. En dan de plaatselijke bevolking, ja, die is alleen maar bezig met overleven. Je ziet langs de kanten van de straten, je ziet allemaal huisjes, tentjes, waar ze groente, fruit, gewassen allemaal staan te verkopen. Overigens blijven ze ook overnachten, ze wonen daar ook in. Ja, het is onvoorstelbaar, je weet niet wat je ziet. Ja, we hebben daar de lagere school hebben bezocht, want daarnaast zijn ze dus weer een nieuwe school aan het bouwen voor de kinderen met een beperking. Nou, ik natuurlijk naar die bouw toe en net natuurlijk naar die school toe. En die zag natuurlijk die kleintjes, nou, dat vond ze natuurlijk helemaal geweldig. En al die moeders die zaten binnen en die kregen een cursus voor een voedingsprogramma. Want het is natuurlijk niet zoals hier, hè. Je loopt hier dood gewoon naar de Jumbo of je loopt naar Albert Heijn en je trekt het zo uit de schap. Daar is het een compleet ander verhaal. Die gewassen kun je daar van de straat afkopen, ja, langs de tentjes die langs de straat staan. Dus ze worden eventjes heel goed uitgelegd dat ze het wel goed bereiden. En dat was natuurlijk geweldig om te zien. En dan hebben ze elke zaterdagmorgen, een week of 8 lang, elke zaterdagmorgen moeten de dames daar komen om dat programma op te nemen. Ja, en Annette was helemaal verkeerd met die kleintjes. Die kleintjes staan buiten te spelen en er waren 1 of 2 jaar frost bij. Dus Annette vond dat helemaal geweldig. En die wilden ook nog zelfs een paar mee naar huis nemen. Maar één ding, we gaan alles doen en daar gaan we niet beginnen. Ja, toen zijn we daar trein gereden en ik wist niet wat ik zag. We kwamen daar aanrijden en dan zie je alleen maar 1 gloed van rood plotzand. Ja, het eerste wat ik ben gaan doen natuurlijk toen ik daar was, na 5 minuten, ja, dan ga ik hem toch eventjes uitstappen. En als ik hem uit kan stappen, dan kan ik precies zien wat de meters zijn. Ik kreeg meters door, ja, die lagen ver onder de meters toen ik uit ging stappen. Toen ik uit ging stappen, ja, dan weet je precies wat het is. Ja. Ja, wat natuurlijk heel gaaf was, je komt dan daar en dan zie je die mensen zijn allemaal heel actief toch bezig. Ja? En ze zijn bezig met die hekken er neer te zetten. En in het begin stond het niet helemaal naar Hugo's zin. Want Hugo is natuurlijk ook zo'n perfectionist. Maar daar mag ook niks fout bestaan. Dus ik had toevallig via zijn dochter al gehoord dat ze een deel eruit hebben moeten halen en een deel overnieuw weer terug moeten zetten. Hij zei, volgende week komt Ruud. En ik wil geen gezeik hebben meteen met Ruud. Dus om die reden. En ze waren weer bezig. Ja, ik zei vertellen, ik zei jongens, kom, ga eens eventjes een paar uurtjes meedraaien bij jullie. Nou, ik heb me kapot gelachen. Dit was één groot feest, een beetje lassen met die gasten, een beetje slijpen, die handel aanschouwen natuurlijk. Ja, hoe mooi kan het zijn, jongens? Ja, wat me ook opgevallen is, dat is water, hè, want dat is echt het allerbelangrijkste wat ze daar nodig hebben. Want de lucht is zo ongelooflijk droog, want dat is ook de reden dat het zand ook zo rood is. Hè. Dat heeft daarmee te maken. Ja, en als je daar ziet, die kinderen die moeten daar een kilometer 5, 6 tot 8 lopen. Dus dat is van Nijmegen naar Beuningen toe voor 20 liter water. Nou, ik zei tegen Hugo, dat probleem dat gaan we heel snel oplossen. Nou, dat is ook opgelost inmiddels. We hebben nu zo'n 2700 tot 2800 liter water per uur. We hebben er 4 tanken staan. Daar zit continu zo'n 20.000 liter water in. Ze hebben daar 5 of 6 tappuntjes staan eraan. Ze kunnen die tappuntjes doen. En wat het leuke is, de plaatselijke bevolking komt allemaal lekker bijeen. Ze zijn lekker water aan het tappen. En
ze gaan weer terug en ze hebben een praatje kunnen ze gaan doen. Dus dat is toch geweldig om te zien. En wat het allermooiste is, wat ik vind, hè, je ziet mensen dus allemaal onder die plot gaan wonen. Ja? Dat ze niet meer ver willen gaan lopen. Ze worden natuurlijk luizenbanken zeggen, hè? Maar dat is niet het geval. Maar als je een keer 8 kilometer van water moet lopen, hè, dan kan je vertellen, dat doe je, als je dat elke dag moet doen, dan word je dood en doodziek van. Dus ja, je ziet overal de chief van het dorp, en daar koop je dan de grond van. En binnen de chief van het dorp, die zegt, Ruud, dat is niet normaal. Ik heb er zoveel kaveltjes verkocht, omdat ze weten dat hier die school zit. En omdat ze weten dat we hier gratis water kunnen halen. Ja, super. Ik denk dat het een geweldig initiatief is. Ja, we hebben gelukkig het water. Daar zijn we allemaal heel blij mee. En zeker de lokale bevolking is daar blij mee. Ja, en niet te vergeten, we hebben natuurlijk ook de plot. Je ziet het, een plotzand. Niet te vergeten. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Het kan dood gewoon niet beter. Ja, we hebben de contracten getekend. En ja, wat er dan gebeurt, ja, dat gaat heel officieel. Daar hebben ze een stempelkussentje bij. Stempel, dan is hij verzegeld. Het chief uiteraard de handtekening erin. Wij hadden dat net ervoor getekend. Ja, en dan uiteraard komt de champagne, hè? Want we hadden inmiddels ook wel een klein beetje dorst gekregen. Nou, Robbie had geloof ik al 500 jaar geen champagne meer gedronken. Dus we zagen hem ook wegvalken daarna. Maar ja, Hugo die maakt die fles open. Ja, die vloog natuurlijk alle kanten op. Dus ja, we hadden gelukkig een reservefles bij ons. Het plan is op 1,6 hectare dat daar de 3 ambachtenscholen geplaatst wordt. Voor timmeren, metselen en schilderen. In de loop der tijd misschien nog een keer voor andere faciliteiten qua opleidingen. We gaan ervan uit dat na 3 jaar dat de kinderen uit kunnen vliegen. En dat ze dan in de regio haar eigen werk kunnen creëren. En misschien wel haar eigen bedrijf zijn aan tijd kunnen op gaan starten. Een klein aannemersbedrijfje. Dat we de woningbouw kunnen beheersen en tevens gebouwen kunnen maken. Maar ja, daar is natuurlijk wel wat geld voor nodig. Want dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Ja, elke dag als ik dit potje zie, dan denk ik natuurlijk aan Zuid-Afrika. Hè? Dan denk ik aan die kinderen die daar zitten. Dat die over een jaar in die opleiding in kunnen stromen. Over 3 jaar dat ze diploma's gehaald hebben. En ja, die moeten natuurlijk ook een keer een kans krijgen. Dus dat is de reden dat ik dit wil gaan doen. En mede dat ik zelf op jonge leeftijd ook de kans gekregen heb om mijn eigen te creëren en mijn eigen te kunnen ontplooien.